Ik ben Wim. Ik werk sinds 2008 als interventieverpleegkundige hier op de Katheterisatiekamer. En ik ben Roy en ik werk sinds 2011 op de KAT-kamer, ook als interventieverpleegkundige. En ik vind het heel leuk om jullie een kijkje te laten nemen bij ons op de afdeling. We hebben verschillende patiëntenstromingen. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld thuis bij hem de borst hebben. Die komen hier voor een onderzoek. Een andere patiëntenstroom is vooral de acute. En dat zijn de mensen met acute hartinfarcten. En die komen 24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen wij ze ontvangen. Electieve patiëntengroep die worden opgenomen via onze eigen dagbehandeling op de cardiologie. En daar komt eigenlijk onze grootste patiëntenstroom vandaan. En we hebben te maken met een hoog risico patiëntencategorie, waarbij de kans op een reanimatiesetting aanwezig is. Daarvoor zijn wij allemaal goed en adequaat getraind in een uitgebreide reanimatiesituatie. We starten om 8 uur en ja, dan zorgen we dat allebei de kamers gereed zijn en voorbereid zijn op de dag. Dan gaan we ons inlezen in de patiënten. Gemiddeld genomen behandelen wij ongeveer tussen de 10 en de 15 patiënten per dag. Van een pacemaker tot ICD. En daarnaast doen we natuurlijk ook heel veel complexe dotterbehandelingen. 4:30 eindigt in principe onze geplande werkdag. En dan gaan wij naar huis. En als je dan bereikbare dienst hebt, dan is het wachten op een telefoontje. Op het moment dat je hier komt en je weet eigenlijk niet wat je aantreft. En dan komt een patiënt met een groot hartinfarct, met heel veel pijn op de borst. Die gewoon echt heel serieus ziek is. En die kunnen wij helpen. En na een 30 minuten, 45 minuten zegt de patiënt, hey, ik voel me weer een stuk beter. Mm. Ja, dat geeft zo'n enorme kick en voldoening voor je werk. Ja, zo dankbaar. Dan mag je mij om 3 uur uit mijn bed bellen. Die dynamiek in het werk maakt het gewoon fantastisch. Ons team bestaat uit interventieverpleegkundigen, cardiologen. Daarnaast werken we ook samen met hartstimulatiespecialisten. En we hebben 1 verpleegkundig specialist die hier op de KAT-kamer werkzaam is. We hebben een hele nauwe samenwerking onderling. De sfeer is goed, we kunnen op elkaar vertrouwen. We zijn een hele ontspannen en gezellige afdeling. Maar daarnaast, als het echt serieus wordt en de concentratie er moet zijn, dan is die er ook. In de bereikbare diensten werken wij samen, heel intensief samen met het Radboud ziekenhuis. Dat betekent dat wij de ene week alle acute patiënten ontvangen hier in het ziekenhuis. De andere week gaan in principe alle acute patiënten naar het Radboud ziekenhuis toe. En als verpleegkundige werken wij dus in beide centra. Waardoor je dus ook bij de buren in de keuken kan kijken. Ja, dat is ontzettend leuk en leerzaam. Werken bij CWZ heeft voor mij een aantal verschillende facetten. Dat is enerzijds het werken hier op de katheterisatiekamer met alle uitdagingen van die. En daarnaast ben ik ook werkzaam als verpleegkundig themaleider binnen de spoedzorg, binnen de acute zorg. En dat geeft mij een grotere blik binnen CWZ en afdelingsbreed, acute zorgbreed. Dat zegt ook iets als CWZ zijnde, dat je mogelijkheden hebt tot ontwikkelen en jezelf ook als verpleegkundige anders neer te zetten binnen het vakgebied. We vonden het leuk om jullie mee te nemen op onze afdeling en wie weet, tot ziens.